Kijk, sommige mensen lopen er netjes zo langs de zijkant. Ik vraag me dat er geen politie staat. Hey, ik ben Felicia, ik ben 22 jaar. Ik kom uit Leiden, ik ben gewoon niet ziek, heel niet seksueel, vandaar naam ik gewoon niet wie. En deze week vlog neem ik hier weer mee in mijn leven. Ja, dat was Leids. Ik vind het nu heel moeilijk om te schakelen naar niet-Leids praten. Maar ik heb een Leids woordenboek gevonden. En ik ga er lekker op. Oké, ik had al 7 minuten gefilmd, maar ik, met allerlei woorden. Maar ik zie nu dat aan het laatste punt van de website een Leids Dictee staat. Kijk of ik het hier. Zo kan het. Ja. Hello. Ja, ik heb al genoeg tieten. In Leids Dictee, de ramp met het Crowdship. Met zo'n razend serienknal vloog 200 jaar geleden het Crowdship aan de Steenschuur de lucht in. De explosie van de 369 vaatjes buskruid was de horror van de Bauauwesteeg via de Kooliekerk tot ver voorbij de Koolsmarkersteeg. De Doelstraat was één puinhoop en de ruime Consentiestraat leek al een slagveld. Je, het carillon van het Haas was zelf beschadigd, zo hoorde je welke tongen beweren. Maar ook buiten de singels werd de ontploffing gehoord. Maar nu de welwijk koepel is, schrok het vrede grazende wee zich de pleuris in de polder met zijn wijde veertgezichten. De volgende ochtend bij het hazengraven was de volle omvang van de ramp goed zichtbaar. Zo'n 160 leienaars konden op het stro worden gelegd. Vooral kinderen, bargedetten, klodderkonten en hollewaaien die hadden verzuimd op tijd kuierlatten te nemen. Het mannelijke deel van de bevolking met mazzel, dat was aan het werk en bevond zich in de stoel van de barrebok. Als het gekleed in de boezeroen met helmdeel en bonkertje in de relatieve veiligheid van het gelagkamer van het etablissement in Lappelkroegen in de Jan-Volzersteeg, Koolsmarkersteeg, Dwars-Korenborgsteeg of Pieter Kielskorsteeg. Daar waren zij stevast aan het bonaken of bamzaaien en gooiden zij zich vol met bier, jam en andere spiraatswielien, totdat ze al zo blij waren. Naast 160 mensen met een tuintje op hun buik waren er ook nog eens 218 hazen volledig geramponeerd. En lang niet iedereen was gefrustreerd in de tijd hoor. Ondanks de beperkte communicatiemiddelen in 1807 kwam de hulpsnelgang Koning Lodewijk Napoleon, die naar verlaat zelf de klap in Schravenhagen had gehoord, was als een speer naar Leiden gekomen om de plek des onheils met eigen ogen te aanschouwen. En na het zet-aan-zet met de burgemeester nam hij de schade op. Wat de tyfuszooi, kon hij niet anders concluderen. De nood was hoog, maar boeren, burgers en buitenlijn, de landen toonden zich geen nijpaars en gaven met gulle hond. De arme dalvers van Leiden profiteerden meer dan getroffen raaklaaskinderen van de gegoede burgerij. Misbruik werd er ook gemaakt van de ramp. Door de enorme toestroom aan ramptoeristen stegen de bierprijzen explosief en wel gauw werden de lokale horecaffers beschuldigd van lichterij. Klapbakken waren nodig om orde te herstellen en te voorkomen dat er water kaas verzarsing kreeg van het boze grauw. Zo, weet je dat ook weer. Hallo. Ik denk dat jullie deze modus nu wel kennen. Airform modus. Zoals Crackhead Girl dat altijd zegt. Want ik ben in de supermarkt. En daar gaat het briefje. Bananen, die liggen daar. Oké, ik was net Felicia aan het spelen met een lange sok. En aan het eind, het lijkt een beetje op een seksspeeltje. Een lange plastic stok. En aan het eind zitten allemaal vuurtjes en tafels. Dus het lijkt een klein beetje op een... Maar mijn zusje en het stokje kwijt. Mousie? Ja, dan zit je daar met het stokje. Oh, kijk. Kijk, hier zijn ze. Hé. Hey. Maar ben je nooit zo geïnteresseerd in mij? Mousie had het stokje meegenomen. Naar de slaapkamer. Oh, en ik ben Tiny House Nation aan het kijken en ik wil een tiny house. Ze neemt dat stokje dus mee naar de slaapkamer. Ik vind het echt hilarisch. Net kwam je helemaal in de keuken, maar... Het is niet niks als je vergeet de kattenbak te doen, dan moet je dus de hele kattenbak weggooien. Nou, mijn spierenoefening gehad. En ik heb blijkbaar een pakketje gemist. Ik heb net in de app gekeken, die was al wel om 11 uur. Ja, toen was ik echt net wakker, had ik mijn oordoppen nog in, waarschijnlijk niks gehoord. Dus ik even ophalen bij buren. Het is een luxe pakketje, zin in. En ik heb een kaartje gehad, ik denk van mijn tante. Oeh, ja. En de lift gaat naar beneden. Waarschijnlijk had iemand op 0 erop gedrukt. En is die uiteindelijk toch gaan lopen. Maar... Wil die? Ja. Oké, de oven heeft gepiept. Dus ik ga... shit erin gooien. Het ruikt een beetje naar verbrande kaas, want er zitten er schellingen op de bodem. Maar ik ga dit erin gooien. En wat is dit? Dit zijn wraps gevuld met deze prei. Ik besef, dit ziet er niet heel lekker uit, maar dit is gewoon een heel veel bonen, wat vegan gehakt. Een beetje tomatencoulis waar ui en knoflook in zit. En Mexicaanse kruiden. Dat vind ik heel lekker. En die gaat nu nog een kwartiertje in de oven met die kaas er ook naar in. Dan heb je een soort, ja, enchiladas, burritos, à la Felicia. Ja. Ik had geen zin om te koken en ik ben nu binnen 10 minuten klaar. Dus... maar ik had heel erg buikpijn, dus ik denk dat het daarop kwam. Mijn ouders zijn inmiddels weer thuis en die hebben ook even de post opgehaald. En daar zat de definitieve aanslag van de Belastingdienst in. En ik moet weer ongeveer €200 terugbetalen dit jaar. Don't you love it? En dan moet ik weer een betalingsregeling voor aanvragen. Aangezien ik niet voor 23 juni dat hele bedrag kan betalen. Kan ik wel, maar dan heb ik daarna geen geld meer. Zeg maar om van te leven of ook maar iets te doen. En de betalingsregeling van de vorige keer is nog niet eens helemaal afgerond. Het is zaterdag. Ik voel me crap, want ik heb een beetje last van allergie en ik heb gewoon heel slecht geslapen. Ik heb heel naar gedroomd. En het is alweer 20:15. Maar ik heb ook nog iets anders ook met jullie delen. Ik heb mijn body aan, als ook weer goed, omdat de rest van mijn BH's in de was zit en ik zie dus body natuurlijk ook gewoon nog goed. Maar kijk, look at my pretty lunch belly. Waar je naar gedaan wil is dat je, nou ja... ik denk dat de meeste vrouwen het probleem met een jumpsuit wel kennen, toch? Dat je dan zeg maar bijna poedeltje naakt op het toilet zit. Ja, met deze body zit ik poedeltje naakt op het toilet. Want hij klipt niet open aan de onderkant. En ik moest vandaag heel even naar het toilet. Het kill me. Kijk, het is op zich leuk en aardig dat je vader een bierbrouwhobby hebt. Maar als je dan even naar het toilet wil, en meestal leg ik dan mijn telefoon ergens neer. Of, weet je, ik moet nu dus mezelf half uitkleden. Dan is dit niet waar je zin in hebt. Sta je dus te douchen. Kijk, deze zie je de hele tijd aan. Pippi. Hi. Andere mensen met anxiety herkennen dit misschien wel. Dat er een situatie zich voordoet waarvan je weet dat er niks achter te zoeken is. En dat er niks aan de hand is en dat het je eigenlijk niet zou moeten raken. Maar aan de andere kant raakt het je wel en creëert het een angst. En dat je denkt, ja maar, dit slaat nergens op. Maar alsnog creëert het een enorme angst in je hoofd. Ja, zeg maar dat me nu zelf zo raakt dat ik eigenlijk wil huilen, terwijl het nergens op slaat. En de afgelopen tijd redelijk goed ging met me eigenlijk. Volgens mij, denk ik. En dat opeens zoiets stoms dan, waarvan je weet dat het eigenlijk niet echt met jou te maken heeft, toch zodanige stomp in je gezicht kan geven uit angst. Dat je gewoon helemaal breekt. En ik denk, wat is dit? What the fuck is dit? Doe even normaal, Felicia. Zeg maar, dat is een beetje mijn modus vandaag. Dus moederdag. Mijn ouders zijn er niet. Die zijn geloof ik naar vrienden van de motorclub of zo. Ik ben weer super laat wakker geworden. Ik heb eigenlijk de 2-3 dagen dat ze weg waren heel goed geslapen. En nu slaap ik weer echt ruk. Dus dat is fijn. Ik voel me al wat beter. Kun je me zien? Ja. Ik ga naar de auto. Ik ga knippers uit de auto halen. Want ik wil iets gaan proberen. Ik moet even kijken of dat gaat lukken. Sowieso wil ik daarvoor morgen eventueel naar de kringlopen gaan. Als we daar zin in hebben, dan naar dinsdag. Ik wil gaan kijken of ik borduren wat vind. En dan vooral simpel borduren. Niet kruissteek borduren of moeilijk doen. Gewoon naald, draad, stof. Borduring. Alleen dat laatste heb ik dus niet. Ja. Ik had het eerder vandaag al over dat mijn anxiety vandaag ontzettend hoog is. En ook wel echt een beetje imposter syndroom. Ja. Guess what happened? Ik ging pizza bestellen. En ik heb er sinaasappels bij besteld. En ik dacht oprecht in alles dat ik champignons aan heb gekleed. Ik trek mijn pizzadoos open en er zit ui op. En eerst dan word ik boos. Want ik dacht dus dat ik pizza had. Dat ik champignons had aangekleed. Maar in de bon, overal waar ik terugkijk, vind ik rode ui. En zoveel rode ui kan ik gewoon niet eten. Vind ik ook niet lekker. Ik kan een klein beetje rode ui. Als ik veel rode ui eet, krijg ik gewoon ontzettend last van mijn maag en van mijn darmen. En mijn hoofd gaat gelijk, oh nee, wat ben ik dom, ik ben een kutkind. Ik schiet gelijk in een zelfhaatmodus eigenlijk. Ook omdat, het is zo raar toch, tegenover die mensen bij Papa John's, dat ik nog een keer bestel. En dat ze nog een keer bijna dezelfde pizza komen brengen, maar dan met net iets ander ingrediënt. En dat dus waarschijnlijk dezelfde bezorger gaat komen. En dat ze daar denken, wat is dat nou voor een raar huishouden? En het kost me dubbel zoveel geld. Blablabla. En ik schoot in zo'n stressmodus van, wat moeten mensen wel niet van bedenken? Zie nou wat je domwicht bent. En je kijkt niet eens naar wat je op je pizza doet. En als iemand anders het zou doen, dan zou ik zeggen, joh, maakt niet uit, het kan gebeuren. Maar bij mezelf kan ik van zoiets kleins zo boos worden op mezelf. En confronterend of zo. Ja. Daarnaast was ik bezig met embroidery. Borduren. De knijper is niet gelukt. Maar ik heb nu een tie-ripje omheen gedaan. En dan wordt die best strak. Dus ik ga zo denk ik even nogmaals kijken naar de tutorial die ik heb opgezocht van wat basic stitches die je kan doen. En daar maar mee oefenen. En nu alvast mijn zinnennat opeten in plaats van ons toetje. 3 keer raden wie er allergie in haar gezicht heeft. En wie er eens vergeet de vlog af te sluiten voordat ze hem gaat editen. Deze meid. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat ik deze week gefilmd heb. Maar dat hebben jullie nu allemaal gezien. Dus ik hoop dat jullie ervoor leuk vonden. Vergeet me niet te volgen op mijn andere social media. Die zie je hieronder. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier of daar of ergens. Dan kun je ook op het belletje klikken, want dan krijg je een pushmelding op je telefoon en een mailtje zodra ik een video plaats. En dan zie ik jullie volgende week weer.